Het karakter van een pedagogisch instituut maakt de fysieke aanwezigheid van leerlingen om onderwijs te volgen tot een noodzaak. De coronapandemie heeft echter een andere realiteit met zich meegebracht: onderwijs op afstand. Voor het SPI is dit best uitdagend, zegt directeur Hortens Promes. Het fysiek gedeelte is voor ons als pedagogisch instituut een noodzaak, omdat een van de zaken waarop je onderwijs moet doorgeven, want ik zei het al, we zijn tweede orde docenten, omdat we studenten opleiden die ook in dat beroep zullen gaan functioneren. Je moet dus model staan voor dat beroep. En dat is een fysieke ontmoeting sowieso heel kostbaar. Omdat ze jou nemen als voorbeeld in je manier van onderwijzen, in je manier van omgaan met die leerstof, in je manier van omgaan met de leerlingen, met de studenten, hoe zij het moeten gaan doen. En daar zit dus die pedagogisch-didactische uitdaging waarover wij praten in deze tijd. We mogen niet ontevreden zijn. Natuurlijk streef je altijd naar beter, maar we mogen niet ontevreden zijn. Het is gelukkig, we verkeren onder de gelukkige omstandigheden dat we al vanaf voordat eigenlijk COVID-19 zijn intrede deed in Suriname, al waren, al zaten in een transitie waarbij we het belang van ICT-onderwijs toch wel onder de aandacht hadden gebracht van niet alleen maar de leraren op het instituut, maar ook van de studenten. Wij hadden dus al een methode of methodieken toegepast waarbij een integratie van ICT in de andere gebieden, leergebieden, eigenlijk toch wel heel erg werd gestimuleerd. Dus het heeft de leraren op het instituut niet echt overvallen dat er een overschakeling, een omschakeling zou moeten plaatsvinden naar onder andere afstands- en online onderwijs. Promes, die ook onderwijskundige en pedagoog is, zegt dat bij afstandsonderwijs bijzondere aandacht gegeven moet worden aan leerlingen op de basisschool. Dit in verband met de zelfsturing en de discipline die deze vorm van onderwijs vereist. Bij afstandsonderwijs gaat het erom dat studenten een stukje zelfsturing aan de dag moeten leggen. Dat wil zeggen discipline. En we zien al bij die grotere, die oudere kinderen, het gaat niet zo makkelijk. Dus het is heel belangrijk te letten op de leerlingen in het basisonderwijs, dat ouders, dat opvoeders toch wel staan achter hun kinderen wanneer het gaat om afstandsonderwijs, om die ondersteuning te bieden wanneer die kinderen bijvoorbeeld huiswerk meekrijgen. Maar ook vooral om die onderwijsgevende erop te wijzen van geef niet te veel mee in één keer, want het gaat niet om de hoeveelheid, maar het gaat wel om de doelen die je wil bereiken met behulp van het afstandsonderwijs. Dat was Hortens Promes, directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut.